uitzending kijkt naar wat gebeurd is tussen Grosjean en Stroll. Dat is wat er op de kopie van staat. Stewards of the meeting. Oh, foutje daar. Wie is dit? Gasly. Drie minuten en twee seconden. En drie seconden. Dit. Fucking snel het is, even serieus. Ik vind het echt leuk om te filmen. Pap. Wat zei je? Ik vind het echt leuk om dit te filmen. Mooi. Verstappen kan nog steeds niet achter die Bottas aan. Het is juist als je het zo eens doorgaat, blijft die vijfde. Dat is nog lang. Ja. Dan moet ik even doorrijden, want daar heeft het echt niks aan gehad. Dus tot nu toe een super slechte race voor Verstappen. Ik ga vooral zo door om in welk podium te komen.
1-0 actie. In de 1-0 actie van de Klerk. Wettel. Het gezicht. Ah, dat is niet zo leuk. Bop, bop, bop. Oh, Verstappen is in de pit. In de pit. Vijfde. Ja, toen was hij zesde. In Bahrein nog wel wat discussie over de race in Australië, want daar waren 10 orders uitgedeeld bij het team van Ferrari. Maar hier werd al meteen duidelijk, Mathieu Binotto zei direct al, nee hoor, Leclerc mag hier gewoon racen met Vettel. Spinnetje, jammer, maar helaas, daar ging niet over. Zomaar, dan ik Fiat, weg en pleiten. Terwijl ze dus klaar staan voor een pistool bij Mercedes. En die is nog op voor die Bottas. Als jullie je afvragen wat kan het komen aan de chips. Dus ja, nu weet je wat ik kan doen. Ja. Je snapt het. Verstappen is 6 zo goed, dat is echt zo stom. Verstappen moet een keer iemand inhouden. Oeh, Verstappen zit vlak achter Bottas. Ja. Auw, dat doet dat prik, jongen. Dat kan je toch wel als je heel wat snijdt? Kijk, Verstappen is voorbij Bottas. Oh, echt? Kut, dat heb ik niet op film. Verdomme. Ik heb echt een beetje een pechdag.